Hoi, ik ben Ellemieke en ik ben een actieve mama. Mijn werk combineren met mijn gezin is soms echt een uitdaging. Zeker als je elke dag lekker en gezond wil eten. Maar koken met en voor mijn kinderen Noah en Zenna is best makkelijk en zelfs erg leuk. Kom op, we gaan beginnen. 1, 2, 3. Oh my god! Zo, je bent... dat doe je nep. Nee, ik doe niet nep. Ik doe niet nep. Nee, oh, oh. Oh, oh, maak ze weer. Oké, nu jij. Oh, Noah! Ik doe echt nep. Nee, ik doe niet nep. Ik doe niet, kijk in mijn ogen. Ik doe niet nep. Zenna... Zie je het? Ik doe niet nep. Ik doe niet nep. Bij Zenna deed wel nep. Nee, ook niet, want hij pakte er twee. Maar je moet wel je hand mooi rechthouden. Ja, maar jij dat doet zien. Zo. Oh, Noah. Ik heb geen kracht meer. Oké, luister. Ik kan nog eens Ja, dat mag. Weet je wat we vandaag gaan doen? Het is vandaag... Oh, ik heb geen... Ik heb zo'n pijn. Het is vandaag restjesdag. En dat betekent dat ik alle restjes uit de koelkast ga verwerken in een gerecht. Dus jullie mogen de koelkast leegplunderen. Kijk maar wat er allemaal nog in ligt aan restjes. En ik ga dat combineren met rijst, zilvervliesrijst en met quinoa. Ja, oké, okay, perfect. En er lag nog een courgette, geloof ik ook, Noah, of niet? Ah ja. Kijk, en nog een vis van vorige keer. Zalm hebben we nog over. Kunnen we ook mooi gelijk gebruiken. Dus we gaan de restjes van de groenten verwerken met zalmspiesjes. En die ga ik eerst eventjes marineren in een lekkere marinade. Dus van alles doe je 2 eetlepels in het kommetje. Noah, jij mag de limoentjes persen. Oh, kijk uit. Hier, snijd maar door midden en dan mag je ze persen. Dan mag je hier allemaal in. Zo? Ja, ik ga een marinade maken en dan doe ik 2 eetlepels bruine rijstvinegar. 2 eetlepels sojasaus. Gaan erin. We gaan een stukje gember raspen. Dat gaan we er ook in doen. Waarom en een beetje limoensap gaat erin. Ja. Is dat niet automatisch dit? Nee, dat is niet automatisch. Dat is nog een ouderwetse, Noah. Kijk, ik rasp de gember zo lekker erin. Een knoflookteentje doen we erbij. Een beetje komijn gaat erbij. Een beetje citroengras gaat erin. En een uitje doen we erin. Citroengras, ja. En dit is een heerlijke manier om je koelkast eens even lekker op te ruimen. Alle restjes gaan we verwerken. Goed voor het milieu dat je niet te veel weggooit. Het zalm snijden we in stukjes. Die gaan straks op een stokje. Dan leggen we er allemaal in. Ik ruik die gember. Ruik je de gember, ja? Dat is een soja. Sojasaus ruik je, denk ik. Ja, dat is genoeg, Noah. Perfect, gooi er maar bij. Beetje zout. Hoppakee. Zo, en dit mag eventjes in de koelkast, zo 10 minuutjes, kwartiertje. Dat is perfect. Ik gebruik quinoa en rijst samen, omdat ik vind dat het heel goed samen gaat. En zo leer je ook kinderen quinoa eten. Als je ze in één keer quinoa geeft, denken ze misschien, wat is dat? In combinatie met rijst kunnen ze het goed aan de smaak wennen. Het lijkt ook qua smaak een beetje op elkaar. Ik gebruik graag zilvervliesrijst, omdat ik vind dat hier nog meer voedingsstoffen in zitten dan bij witte rijst. Witte rijst is eigenlijk gewoon nul qua voedingsstoffen. Ja, pannetje opzetten. 3, 4. Oké. Goed, door. Oké. Water kookt, de rijst kan erin. Quinoa doe ik erbij. Die kan allemaal bij elkaar, allemaal geen probleem. Voor de spiesjes van de zalm heb ik heel eventjes in water neergelegd. Zodat als je ze straks gaan grillen, dan verbrandt het stokje niet. Dus dat is ook wel een handige tip. Nou kijk, we gaan straks hier zo de zalm aandoen. En dan doen we ze in een grillpan. Maar als je natuurlijk met hout in een pan gaat met vuur, dan kan het verbranden. En nu niet. Lekker, hè? Oh, voelt lekker, hè? Ja, wacht, ik wil even tussendoor. Nee, dat is vies. Nee. Prutsen. Oké, jongens, jullie mogen de groenten zo klein als je kan snijden. Hoe kleiner, hoe beter. En dan doen we straks alles lekker wokken. Ik gebruik nu prei en ik gebruik wortel, maar in principe kun je natuurlijk alle restjes gewoon die je in de koelkast hebt
alles echt werkelijk waar, alles kan met rijst. Het maakt echt niet uit wat je pakt. Niet alles, hè? Chocol kan niet. Nee, maar ik bedoel qua groenten. Welke groenten zouden nou niet met rijst kunnen, denk je? Pasfruit. Dat is fruit. Oh. Nee, mama, ik doe dat. Ga jij het dan in kleine blokjes ja. doen? Oké, okay. Zal er vanaf blijven. Sana, dan heb je toch meer mama's karakter. Slordig. En ik doe heel netjes zoals papa. Kijk, Noah is een grote blok en kijk mijn kleine blok. Ja, je checkt als een dieus. Ja, het mag daarin. Ik vind het heel leuk om met jullie te koken, jongens. Wow. Maar soms is het ook wel een drama in de keuken, nee. eerlijk gezegd. Ja, omdat jij erbij staat. Omdat ik erbij sta? Ja. Weet je wat, jongens? Doen jullie het maar allemaal zelf dan. Dan ga ik weg, als het beter gaat zonder mij. Oké, okay, dan ga ik even koffie drinken. Sana, snijd dit. Ik doe dat erin. Snijd dit. Kom. Sana, zo is goed. Moet niet pietje precies. Stop met de mes nu. Mama, dat hoeft helemaal niet. Jawel, anders zou mama er niet mee bezig zijn met pellen, hè? Zonder mama is het natuurlijk veel leuker. Makkelijker. Zonder al die drama. Maar moet die dan klein gesneden worden of groot? Klein, heel klein, heel klein. Ik hoop dat het goed gaat. Ga met dat rotmes. Nee. Jawel, geloof mij nu. Het moeten kleine stukjes worden, hè? Ja, ga ik ook doen. Oeh, nee, die mama mag niet helpen. Mama? Ja? We hebben je hulp nodig. Waarom? Jullie kunnen toch zo goed alleen? Ja, maar niet helemaal goed, omdat we weten niet of de rijst klaar is. Oké, ik zal even checken dan voor de rijst. De rijst is goed, jongens, en de quinoa. De groenten hebben we allemaal al fijn gesneden, dus die kunnen we straks gaan wokken. De rijst en de quinoa zijn klaar. De zalm is klaar, maar omdat jullie graag een ijsje willen, dacht ik, laten we eerst maken. Ijsjes maken. En het is zo makkelijk om zelf ijsjes te maken. Zo makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is vers fruit en natuurlijk ijsvormpjes. Cups. Je kunt op verschillende manieren ijsjes maken. Je kunt ze met limonade maken. We gaan er een paar maken. Ja. Gewoon met limonadesiroop. Gewoon alleen fruit en water is ook al super lekker. Misschien, wie wil de puree mixen? Mag ik dat doen? Ja? Dan gaan we ook een koelie maken van aardbeien. Wat is dat? Kijk, dat is gewoon aardbeien in de blender mixen. Met een beetje water. En dan heb je, als je dat dan bevriest, heb je gewoon een aardbeienijsje. Zo, echt? Een beetje water. Zo? Zo, kijk. Mama, ik weet hoe dat moet, man. Dat zo? Ja. Ja, is al goed. En klaar. En dat giet je in je ijsdingetje. En doe er nog een paar verse aardbeidjes op, Noah, en dan ben je klaar. Zo! Wat ook een hele lekkere combinatie is, is passievrucht met kokosmelk. Zo, dus dat moet ik daarin eten? Ja, tot het randje, want het dekseltje moet er nog op. Passievrucht, een beetje kokosmelk. Oei, ik ga iets te over. En dan kun je er, als je het echt nog een beetje zoet wil maken, een beetje ahornsiroop in doen of een beetje agavesiroop. Oh. Tot wel kruisje? Iets te zoeter. En dit giet je erin. En je doet het in de vriezer en je hebt heerlijke, zelfgemaakte, gezonde, verse ijsjes. Hoe lang duurt het als het ijsje klaar is? Ik denk een paar uurtjes. Oké, we hebben verse ijsjes gemaakt. Dus de andere ijsjes kunnen we opeten. Lekker van mij. Nee! Oh, jawel. Deze doen we als eerst. Jij wilde de rode? Ik heb passievrucht. Is lekker, hè? Deze ga jij echt lekker vinden. Die is zuur. Ik weet zeker dat jij die veel lekkerder vindt dan je aardbei. Het is groen en het vliegt door de kerk. Oh, een hele boeltje. Ik ken al mijn moppen al. Het is niet meer leuk. Wat voor ijsjes zouden we nog meer kunnen maken? Appel! Appel, ja. Dat is ook lekker. Eigenlijk maken we het veel te weinig, hè? Ijsjes. Loop maar. Oké. Oh, lekker ijsjes. Ja, die waren goed, hè? We gaan de zalm eventjes op de spiesjes rijgen, jongens. Kijk eens, die zijn lekker gemarineerd. Dit zijn de stokjes. En kijk maar hoe je het wilt doen. Twee stukjes of drie stukjes.
Ik heb hier een bosuitje. Kijk, dan doe je... Jongens, wacht even. Het is, elk stukje doe je eigenlijk zo'n stukje bosui. Een beetje groen zo ertussen. Oh. Oh. Zo. Doe ik alvast de grillpan aan. Ja, die. Ik vet hem een heel klein beetje in met kokosolie. Maar niet te veel. Want we gaan hem eigenlijk soort van grillen. En dan is het droog beter. Ja. Is het gelukt? Ja. Oké, ziet er gezellig uit. Ook alvast warm laten maken. En in die pan doe ik een beetje ghee-boter of ghee. Sommige mensen spreken het uit als ghee-boter. Dat is geklaarde boter. En die kan ook heel goed tegen verhitting. Dus als je bijvoorbeeld inderdaad olijfolie of roomboter gebruikt... die kan niet goed tegen hoge temperaturen, want dan gaan alle voedingsstoffen weg. Ja, dat mag erin. En als je kokosolie gebruikt of inderdaad ghee-boter... dan behoudt het al zijn voedingsstoffen. En het is heel makkelijk om mee te werken. Het is hetzelfde als boter gewoon. Ja. Zo. Mijn eerste ben een ui. Gezellig. Voorzichtig, hè? Ja. Deze goed, je moet ze kunnen draaien zometeen, hè? Leg ze maar in de pan. Ik wil even mijn vingers wassen. Goed. Voor het wokken gaan we nog lekker een beetje knoflook pellen. Oh, yes, er is nog veel knoflook bij. Dat vind ik fijn. Vind je dat fijn, ja? Kijk eens hoe mooi het zal worden. Zo. Dat is al knoflook, ja, hè? Dan gaan we even goed wokken. En doen we straks de rijst. Het is toch niet rauw op, hè? Nee, rauw, geen rauwe knoflook, dat is vies. Oh, Senna. In water, hier. Oh. Oh. Hier. Hier. Dus met de spiesjes, Noah. Alle kanten moeten bruin zijn, hè? Wie wil er een eitje breken in de pan? Ik ook! Ja, er liggen er twee, dus allebei één misschien dan, hè? Dat is wel leuk. Ja, oh! Doe dat even hier. Ja, dank u. Wat is dat, hè? We zitten doorheen nu. De rijst en de quinoa kan er nu bij. Ik moet en dan alles kraken. Goed mixen. Theelepeltje ketchup erin. En het sojasaus erin. Goed mixen alles en het is klaar. Kijk hoor, grote pan, patuurtatuur. Oh, daar hebben we pijn. Beetje rijst. En alle groentjes zitten hierin. Kijk, en jullie stokjes. Ja. Wie had deze gemaakt? Jij, hè? Ja. Zo. Dus een hele leuke manier ook om kinderen vis te leren eten is alles op een stokje te doen. Maakt niet uit welke vis. Ik had nu toevallig nog zalm over, maar het kan ook met garnalen of met welke andere witte vis die je in de koelkast hebt. Of met vlees als je ze iets wil leren eten. Oké, jongens, eet smakelijk. Eet smakelijk. Alsjeblieft. Nam, 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 nam. Goed gelukt, hè? Zalm is lekker, hè, met die marinade. Geeft een beetje een Oosters tintje. En wat zeggen we dan altijd? Aan het einde? Ja. Willen jullie het ook thuis maken? Stel dan naar Jan TV! Naar Jan.tv! Bedankt voor het kijken! Bye bye!